Goedemorgen en welkom bij een nieuwe Vlogmas. Het is vandaag, laat ik even nadenken, het is vandaag woensdag. En vandaag heb ik een halve werkdag, dus ik werk tot 1 uur of 1. En hopelijk dat we vanmiddag eventjes naar de Action gaan, want ik moet een aantal dingetjes halen, ook voor werk. Dus dat staat in ieder geval vandaag op de planning. Ik heb vanochtend mijn vorige Vlogmas, maar ik zet je al even op de grond. Ik heb vanochtend mijn vorige Vlogmas afgeëdit, want normaal gesproken doe ik dat in de avond. Maar ik merk de afgelopen tijd dat ik in de avond gewoon zo moe ben. Ik val letterlijk in slaap tijdens het editen. Ik had het vroeger ook altijd dat ik tijdens Vlogmas iedere avond tijdens het editen in slaap viel, omdat ik tot laat wakker bleef. Maar toen deed ik het ook dagelijks. Dus dat was echt wel een dedication. Maar nu denk ik, ja weet je, als ik mijn rust nodig heb, heb ik mijn rust nodig. Dus dan stel ik mijn prioriteiten. Dus ik heb hem vandaag afgemaakt. En dan wordt het tijd om zo naar werk te gaan. Even te werken. En dan mijn vrije middag te spenderen. Na werk zijn Rits en ik samen met Milo even naar buiten geweest. En ben ik even langs de Action gegaan. En man, wat was het druk. Ik zag wel een aantal leuke items, maar ik was niet per se van plan om dingetjes te gaan shoppen, want ik heb veel spullen in huis. En soms vind ik het ook gewoon lastig om te bepalen of ik wel iets ga gebruiken. Maar het was wel even leuk om rond te neuzen. Los van het feit dat ik me eigenlijk wilde inhouden om niks te kopen, ben ik toch de winkel uitgegaan met een aantal items. Ik moest voor werk enveloppen halen, dus dat heb ik gedaan. En naast dat heb ik onder andere deze kruik. Hij is officieel voor kinderen bedoeld, want dat stond erbij, maar dat maakt voor mij helemaal niks uit. Ik vond het zo schattig. Ik heb al een kruik, alleen die is ook een stuk groter en hij heeft geen hoesje, dus hij kan best wel gloeiend heet zijn. Steeds vond ik wel schattig. Als ik het koud heb, en dat komt heel vaak voor, kan ik deze kleine vriend er altijd bij pakken. Dan heb ik zo'n koord voor je telefoon. Want ik had voorheen een hoesje, speciaal een hoesje met zo'n touw eraan. Alleen dat was voor mijn oude telefoon. En dit kan je gewoon tussen alle telefoonhoesjes stoppen. Dus dat is super handig. Dus hier ga ik gelijk eigenlijk gebruik van maken. En dan nog iets anders. Een dienblad. Had ik dit per se nodig? Nee, is handig, ja. Maar ik vond hem wel heel erg mooi. Hier kan je bepaalde leuke accessoires op tentoonstellen. Of je kan je ontbijt of eten observeren. Dus dit waren mijn Action aankopen. En na de Action gingen we nog even een drankje doen bij de Bagels & Beans. En dat was dan alweer onze middag. En ik ben nu van plan om mijn nagels opnieuw te doen. Ik gebruik nepnagels, want mijn eigen nagels, ja, ik heb er altijd struggles mee. Ik kan ze gewoon niet goed verzorgen, terwijl dat wel eigenlijk een doel van mij is. Maar tegenwoordig ben ik best wel obsessed met nepnagels. En over het algemeen blijven deze iets van 2 à 3 weken zitten. Maar omdat ik veel met mijn handen bezig ben, ook vanwege Milo. Milo hapt regelmatig in mijn handen, gaat het enorm lang mee. Laten we zeggen nu, bijna 2 weken. En dat is voor mij meer dan lang genoeg. Af en toe sneuvelt wel een nagel, maar dan kan ik die weer opnieuw opplakken. Maar ik merk dat ik nu al even behoefte heb aan een ander soort nagels. Dus ik ga ze even vervangen. Maar voordat ik ze ga vervangen wil ik ze nog wel even goed laten zien. Deze zijn van het merk Frenchy. En eerst dacht ik dat rode nagels niks voor mij waren. Maar deze, een beetje ja, donkerrood, bordeauxrood, vind ik echt heel nice. Echt perfect eigenlijk voor het najaar. Aan de ene kant vind ik het jammer dat ik er afscheid van ga nemen. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk. En tijd voor iets nieuws. De nagels zitten erop. Het is echt zo gebeurd. Ik moet wel even wennen, want ze zijn wat langer dan de vorige set die ik had. Ze zijn wel heel erg pretty.
Het is weer een nieuwe dag. Vanochtend ben ik de ochtend begonnen in de sportschool. Dus ik heb een korte workout gedaan. Ik heb me klaargemaakt voor de dag. En nu wordt het tijd om aan het werk te gaan. Gelukkig werk ik vandaag thuis. Dus dat is heel erg fijn. Inmiddels is het alweer bijna 3 uur in de middag. Ik heb net ook even geluncht. Ik had noedels gemaakt en ik heb me klaargemaakt. Of verder klaargemaakt. Ik had me voor de helft klaargemaakt vandaag. En voor de rest van de dag heb ik 2 events op de planning staan. En soms voelt het alsof ik een dubbel leven leid. Alsof ik Hannah Montana ben, want... Ik ga er even bij zitten, want ik heb geen zin om mijn camera vast te houden. Maar wat ik wilde zeggen, soms heb ik gewoon het gevoel dat ik een dubbel leven leid. Want overdag werk ik voor een werkgever. Ik ben marketing manager. En 's avonds, of naast mijn fulltime werk, ben ik nog een influencer. Die term gebruik ik zelf niet heel graag, maar ik ben het wel. Ik ben een content creator. Wat ben ik? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar wat ik ermee wilde zeggen is dat ik gewoon verschillende dingen doe. Niet dat ik het heel erg vind, want ik vind het super leuk. Maar ik vind het soms wel grappig. Living the Hannah Montana life. Maar vandaag heb ik dus 2 events op de planning staan. 1 event is van Amazon. En het andere event is van Sony. En gelukkig sluit het heel erg mooi op elkaar aan. En het is allebei in Amsterdam. Dus ik hoop... dat ik daar genoeg energie voor heb. Dat mijn sociale batterij het allemaal volhoudt. Ik ben ook zo blij dat ik vandaag thuis heb gewerkt. Want als ik nu op locatie was en door moest naar 2 events. Weet ik niet of ik dan de leukste versie van mezelf zou zijn. Dus ja, ik kijk er wel naar uit. Want het is allebei volgens mij een kerstthema. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Maar we zullen het vanzelf wel merken. Dus ik neem jullie mee. Ik ben weer thuis van de 2 events. En ik ben zo'n persoon die altijd in mijn uppie naar zo'n event gaat. Ik neem 9 van 10 keer geen plus 1 mee. Daar kies ik ook bewust voor. Maar elke keer voel ik me altijd zo verschrikkelijk ongemakkelijk daar. Omdat ik soms wel iemand ken. Toevallig bij het ene event kwam ik al mensen tegen die ik kende. Dus daar zat ik mee te kletsen. Maar bij het andere event was het gewoon een beetje awkward. Dus ik heb me wel vermaakt. Daar ben ik gelukkig wel goed in, dus dat scheelt. Maar ja, elke keer herinner ik mezelf weer aan dat het misschien wel handig is om af en toe een plus 1 mee te nemen. Maar misschien de volgende keer. Maar we hebben hele leuke goodies gekregen. Dit was het eerste van Amazon. Geen idee wat erin zit. Volgens mij is het een kerstbal. Huh? Is het een aardbei of een hartje? Ziet er wel heel grappig uit. Dit, en dat kan ook open. En van het andere event heb ik een hele gevulde goodie bag. Hij is ook best wel zwaar. Ik ga hier gewoon even snel doorheen. Misschien het leukste wat er is. Een camera ornament. En dit lijkt echt op een Sony camera. Cute. Oké. Camera ornaments zijn mijn favoriet. Nice. Een popsocket, gummies. Ja, ik had nog een nieuwe borstel nodig. Dit komt zo gelegen. Een haarborstel, conditioner, shampoo. Heel random, maar heel leuk. Chippies. Truffle chips, sweet potato truffle chips. Heb je trek? Oh, dan gaan we nog meer. Tampesta. Hey, dit is oprecht mijn favoriet. De Colgate White geurkaars. Oeh. Thee. Dit is... Oeh. Dit wil jij, babe. Er is weer trouwens op bed.
Sriracha of niet? Oh nee, sweet chili, lemongrass en pineapple. Maar pineapple vind je niks, maar... Ga even proberen. Ah, lekker. Oeh, dit is letterlijk een van mijn favoriete sour gels. Een blikje drinken, Mojo Mate. Refreshing caffeine. Ik dacht, ik wil dit nu drinken, maar dat is misschien niet slim om in de avond caffeine te drinken. Deze bewaar ik. Jelly beans. Ik heb zo lang geen jelly beans meer gehad, maar dit is in de smaak s'mores, peanut butter jelly, dat vind ik dan iets minder, blueberry muffin, lemon merengue pie en chocolate covered banana. Ik ben heel benieuwd naar. Oeh, dit lijkt heel erg op Reese's, maar dat is het niet. Protein choco cup, dus de proteïne versie van Reese's. Heel benieuwd naar. En dat was het. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik zie er voor mij doen heel zakelijk uit met een blazertje. Ik heb net Milo uitgelaten en ik zit nu aan het ontbijt. Mijn guilty pleasure zoals gewoonlijk. Een broodje hagelslag, ook lekker simpel in de ochtend, hoef ik niet bij na te denken. En Rits heeft gisteravond kwarkcake gemaakt. Ik ben heel benieuwd, ik heb het namelijk nog nooit gehad. Hoe vind jij hem? Je zit te knikken, maar... Oh ja, gisteren was hij een beetje droog, maar dat is het kapje, dus ik weet niet hoe het nu is. Heb je hem nog niet geproefd vandaag? Ik weet niet hoe die gisteren was, maar hij is wat smeuiger, maar nog steeds wel iets te lang misschien. Nee, oké. Okay. Maar voor de eerste keer smaakt best wel goed. Normaal gesproken zijn de vrijdagen ook thuiswerkdagen voor mij, maar vandaag is een uitzondering, want we hebben een fotoshoot. Dus ik ga een aantal items van het restaurant vastleggen. Gisteren liep de dag anders dan dat ik verwacht zou hebben. Ik had natuurlijk werk, maar het was veel intensiever dan dat ik dacht. Dus ik was heel erg oververmoeid, overprikkeld, mentaal een beetje uitgeput. In de avond zou ik een event hebben. Alleen daar ben ik uiteindelijk niet naartoe gegaan, want ik zou eerst met een vriendinnetje gaan. Maar die kon helaas niet meer, wat overigens totaal geen probleem is. Maar ik dacht, ik ga niet alleen. Want de dag ervoor ging ik ook alleen naar een event. En uiteindelijk had ik het best wel altijd ervaren. En ik had gewoon geen zin in een soortgelijke situatie. Ik was ook niet helemaal topfit. Volgens mij had ik iets verkeerds gegeten. Dus uiteindelijk bleef ik gisteravond thuis. Gelukkig had Rits voor me gekookt. En dat was heel erg lekker en fijn. En had ik de avond voor mezelf genomen om eventjes op te laden. En ik merkte dat dat wel echt nodig was. Maar ja, vandaag is een nieuwe dag. Het is zaterdag. Ik ga weer naar werk. Nu voor iets anders. Er is namelijk vandaag een kerstmarkt. Dus ik ga wel een heel klein beetje helpen. En ik ben mede verantwoordelijk geweest voor de organisatie. Dus ik ben benieuwd hoe het uitpakt. En vanavond ga ik iets doen wat ik normaal gesproken nooit zou doen. Ik ga namelijk uit. Ik ben nooit een uitgaanspersoon geweest. Ik ben echt een oma wat betreft zulke dingen. Maar er is een feest waar ik heel graag bij wilde zijn, namelijk een Disney-related, Disney-thema feest. En ik hou van Disney. Dus ik ga daarheen. Dus ik hoop dat ik mentaal en fysiek daar ready voor ben. Maar laten we eerst even ontbijten. De carcake die Rits eerder deze week heeft gemaakt. En hij smaakt goed. We hadden wel dingen bij de IKEA besteld, dus die bestelling is binnengekomen, al weet ik niet meer zo goed wat er nou precies in zit. Als allereerst een bak, container, hoe noem je zoiets, voor Milo's voer. Ik vind het zo lelijk wanneer we zo'n grote zak voer ergens hebben staan. Dus ik heb een bak, wat ook als prullenbak gebruikt kan worden, maar daar komen dus... Mijn sprookjes in. Dan heb ik glazen.
Oh ja, dit was de reden waarom ik bij IKEA ging bestellen. Want we gaan hier voor het eerst kerst vieren. Normaal gesproken doen we dat bij mijn schoonfamilie of bij mijn ouders thuis. Maar dit jaar gaan we voor het eerst hier vieren. En ik besefte me dat we te weinig servies hadden. Dus we hebben ook nieuwe glazen. Zo zien ze eruit. Eén ding, ze pakken het wel altijd goed in. Toen wij net hier kwamen wonen, hadden we een servieset gehaald bij de IKEA. We komen eigenlijk net wat tekort. En ik ben heel blij dat je ze ook los kan halen. We hebben hier twee van deze. En ook nog twee andere. Dan hebben we hier een bandplank. Dit kan je gebruiken om decoratie-elementen of lijsten op te plaatsen. Maar dit leek me ook erg handig om onder onze spiegel in de hal te doen. Want eerst wilde ik een soort van kastje, maar alles was net aan te breed. En dit is een goede middenweg, dus deze komt aan de muur. Dan kunnen we eventueel onze prulletjes, zoals sleutels, handschoenen, mutsen hier even op kwijt. Dus die. Misschien dat ik dit zo even lief aan kan kijken om dit binnenkort opgehangen. Oh, dit zijn grote ovenschalen, joh. En we wilden ook voor kerst nieuwe ovenschalen aanschaffen. Want we hebben één kleine. En ik dacht, oh, ik wil wel een grote. Nou, deze is groot genoeg. Daar past wel wat in. En hier hebben we er twee van. Ik heb me klaargemaakt voor de avond. En het thema is dus Disney. Of wordt allemaal Disney muziek gedraaid. Omdat ik er niet helemaal in thuis ben, weet ik niet of er een dresscode is. Dus ik neem mijn oren mee. En voor de rest heb ik een hele simpele outfit aan.